Eigenaren van domeingronden tot 2500 vierkante meter kunnen de grondhuur of erfpacht die zij betalen nu omzetten in volledig eigendom. Dit besluit werd genomen in de regeringsraadvergadering van woensdag. Wat betreft grondhuurvergoedingen heeft het ministerie van GBB al 8 districten bezocht voor het berekenen van deze vergoedingen en verwacht eind dit jaar af te ronden. Minister Stanley Ragubarsingh van Financiën en Planning heeft de principeovereenkomsten die op 15 september zijn gesloten tussen de clusterministers en de veiligheidsbonden aan president Santokhi geboden. Verscheidene toelagen zijn met ingang van 1 oktober 2023 aangepast. De bestaande nachttoelage wordt verhoogd naar 300 SRD. Ook zal met ingang van deze datum een overbruggingstoelage van 2500 SRD worden toegekend aan de korpsleden. Het personeel belast met subjectbeveiliging van hoogwaardigheidsbekleders en de bijstandsdienst ontvangt per 1 oktober een toelage van 10% op de maandbezoldiging. In het kader van de Internationale Vertaaldag, die op 30 september wordt herdacht, dat is morgen, vraagt de Taalunie aandacht voor een sector die onder druk staat. Het is van groot belang dat er in en uit het Nederlands vertalingen kunnen worden gemaakt van goede kwaliteit. Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie heeft samen met een internationale groep van vertaalexperts onderzocht wat er nodig is voor een gezonde vertaalsector. Het rapport Vertaalslag concludeert: er moet meer ondersteuning komen voor vertalen en vertaalopleidingen.